Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. De zon scheen vandaag af en toe, maar soms vielen er ook felle buien, zoals te zien op deze foto, en zoals we ook tegenkwamen op de radar. De plukjes met geel, rood en zwart erin, dat zijn de felle exemplaren. De foto is gemaakt in deze regio rond Eindhoven, daar trokken paar felle buien over. En hier en daar zat zelfs ook onweer bij. Nou waar ook. De plaatsen waar het duidelijk droger was. Hoe dan ook een wisselvallig weerbeeld. En dat houden we voorlopig ook wel een beetje vast. We hebben te maken met een lage drukgebied. En dat lage drukgebied ligt met de kern boven de Noordzee. En daaromheen circuleren allerlei buiengebieden. Bijvoorbeeld ook richting de Alpen. En als we dat gebied in de gaten houden, dan zien we dat daar geleidelijk aan ook sneeuwkansen bij komen. Niet helemaal tot in het dal. Maar er valt dus hier en daar wat, wat sneeuw vanaf zo'n 1500 meter hoogte. Eerste periekelijke misschien van de winter. Nou, dat lage drukgebied schuift verderop, wordt minder belangrijk. En in de loop van donderdag zien we de kansen op neerslag bij ons al sterk afnemen. En uiteindelijk zal een hoge drukgebied het heeft overgenomen en in het weekeinde stabiliseert het weer dan. Nou, zover is het nog niet. We hebben eerst de avond te gaan. Daarin komen een paar opklaringen voor, vallen nog een aantal buien. En ligt de temperatuur rond een graad of 12. In de nacht zakt het kwik plaatselijk tot 7 graden, misschien zelfs wat lager nog. Dat heeft alles te maken met waar precies de opklaringen voorkomen en hoe lang ze duren. Ik heb de minimumtemperatuur nu het laagst staan in Groningen, maar dat zou bijvoorbeeld ook in de Flevolpolder wel kunnen gebeuren. Daar waar het het sterkste afkoelt, hebben we kans op een, een mistbank of wat nevel. Eh, daar moeten we wel rekening mee houden, want in het binnenland valt de wind weg. Dat is bij zee niet het geval, daar blijft het vrij krachtig waaien. Morgen, matige wind uit zuid- tot zuidwestelijke richtingen in het binnenland en uit westelijke richtingen langs de kust. Eerst bij zee vooral een paar buien, later met name in het binnenland de zon schijnt af en toe en het wordt 16 of 17 graden. Donderdag dan nog steeds een dag waarop het niet helemaal droog is en ook vrijdag zou er plaatselijk nog een bui kunnen vallen, maar de neerslagkans neemt geleidelijk aan steeds verder af. Zaterdag is het droog. Alle dagen een graad of 17 op de thermometers. Nou, die maximumtemperatuur verandert de dagen daarna niet zozeer. Die blijft zo rond de 17, 18 graden hangen. Maar wat we vooral zien is dat de minimumtemperatuur een flinke daling doormaakt. En in de buurt van de 5 graden uit gaat komen misschien wel. Dat heeft dus te maken met het rustigere weer. Het betekent ook dat de kans op nevel en mist in de nacht vanaf het weekeinde duidelijk een stuk groter wordt. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl